Hallo, ik ben Sydney. Dit is mijn boek. Alles raakt naar chocola. Het gaat over een 19-jarige muzikant die probeert door te breken in het jaar dat zijn pa is overleden. Doet net alsof het niet gebeurd is. Hartstikke mooi boek, ontroerend, grappig. Er is iets bijzonders met het boek. De app die we hebben gemaakt. Als je de app koopt, krijg je als eerste een welkomstscherm waarin je kunt kiezen of je gewoon wil gaan lezen of dat je wil gaan lezen en verrast gaan worden. En wat betekent het dan als je verrast gaat worden? Dat iedere filmtitel, iedere artiest, iedere songtekst, elke referentie naar de wereld waar we in leven die in dit boek voorkomt, is aan te tikken eigenlijk. Je tikt erop, er komt een kleine pop-up en die geeft je meteen de mogelijkheid om naar Spotify, YouTube of Wikipedia te gaan en te luisteren of te kijken of te lezen wie die artiesten dan wel niet zijn. That's maybe the best compliment of my life. Al die linkjes waar ik het eerder over had, die staan achter in het boek in een appendix. Zodat je pakken bij 200, 250 filmtitels, artiesten, songteksten, dat je die nog eens kunt teruglezen, terugkijken. Dan krijg je een Wikipedia-artikel over Charlie Watts. Of je krijgt een videootje van de Foo Fighters. Times Like These. Maar dat is niet alles wat erin zit. In de app krijg je het hele audioboek. En dat audioboek kun je op ieder gewenst moment laten starten dankzij de boekenlegger die we gebruiken. En de boekenlegger die trek je naar voren, dan zie je een klein LP'tje staan. En door dan op play te gaan drukken. Dat is prima hoor, zeg ik. Hier liggen ze beter. En het leuke van het hele audioboek is dat je. Je kunt dat instarten op de bladzijde waar je bent gebleven. Dus misschien lig je in bed of stap je de tram uit en heb je geen zin meer om zo met zo'n ding in je handen te lopen. Koptelefoontje erin en ik ga voorlezen vanaf de bladzijde waar je gebleven bent. Als je het boek eventjes hebt weggelegd, wat natuurlijk niet kan, want het is een fantastisch boek, je leest het in één keer uit en blablabla. Maar als je het zou neerleggen, even weg zou leggen en pas een paar weken later weer zou gaan lezen, dan kun je hier op de boekenlegger waar was ik ook alweer aanklikken. En dan krijg je kleine samenvattingjes van wat er in het afgelopen hoofdstuk is gebeurd. Er zijn nog een paar dingen die bijzonder zijn in dit boek. Je kunt namelijk mij als schrijver vragen stellen. Dat kun je doen via Twitter of via de fanpage facebook.com/allesraaktnaarchocola. Dat zit ook ingebakken in die boekenlegger. Als je heel vaak heen en weer bladert door mijn boek heen, dan worden de randen van het boek worden geler en ouder. En dat krijg je er ook niet meer uit. Dus nou ja, voilà. Net als bij een gewoon boek. Dit is mijn app, de boekapp van Alles Ruikt Naar Chocola. Deze werd gemaakt door Podium, Côte d'Azur, Buutvrij en Dutch Courage Media. Ik hoop dat jullie hem allemaal zullen downloaden en dat je ervan zult gaan genieten. En mocht je er een mening over hebben, ga dan naar facebook.com/allesruiktnaarchocola.